zijn de Kardashians van Nederland. This make my day. Wie is dit? You wanna have a date with me? Oh my gizzo. Al die 7 ommetjes. Maar we hebben er 8 aan nemen. 7, 8. Dat hebben we gehaald, Jan. Wat zijn we op de healthy tour? En ondanks de stikhitte, kijk onze vlogs. Ja, maar wat moet ik dan? Mijn leven is ook voorbij. Nou, even wachten wat stinken hier op gaat. Klaar! Oké, okay, even mijn haar los doen, hè. Ik heb hele brede schouders. I'll be your faithful. Oké, we zijn... Oh, mooi lang haar. Kort. Beach hair, don't care. Welkom bij de nieuwe Rijnersvlog. Wat we deze week gaan allemaal gaan doen, we gaan met Laura pruiken passen bij Real Hair Online. Voor onze nieuwe shoot waar we in oktober heen gaan. We gaan er misschien iets meer over vertellen, of misschien niet. Laat jullie nog weten als jullie onze vlog volgen. We gaan in de Albert Heijn boodschappen doen met onze neef Jan. Want we gaan heel veel familiegerechtjes maken en heel veel mensen. We zijn op de Healthy Tour. En je ziet heel veel familie en hondjes voorbij komen deze week vlog. En we gaan met Harley lekker in de jacuzzi. Dus ben jij benieuwd wat we allemaal gaan doen? Blijf kijken en subscribe. Abonneer op ons YouTube kanaal. Want we willen echt veel meer volgers, abonnees erbij. Leuk. Mijn nagels. Oh my god. Oh my god. Is echt horrible. En nee. Mijn nagels. We hebben alle pakketjes gepakt. We hebben de dozen mee geopend. Dus het is gewoon normaal dat er nagels eraf vliegen. Dus don't shoot them. Nieuw artiest, please. Zo. Na het uitleven zijn we heel chic omgekleed. Nou, ik ben vooral wel chic. Jij bent lekker casual. Met mij. Met mijn nieuwe Gucci schoentjes. Want wij gaan naar Real Hair Online in Amsterdam. Want wij gaan naar een hele leuke bestemming om onze foto's te shooten. Onze pruiken bestellen. En wij hebben opnieuw pruiken nodig. Wat voor lookjes zullen we nou weer bedenken? Ja, wij weten het al. We weten het al. Oh, de batterij is nu al leeg. Had net 2 streepjes. Nee. Vraag of Laura een batterij heeft. Dat ga ik heel snel doen. Oh, dat zou echt jammer zijn. Dag voor het eerst. Niet iets van Reiners. Nou, dit is een Reiners sampletje, maar dan nooit doorgegaan. Oh, moet echt batterij hebben. Oh, hij is live again. Hij heeft weer 2 volle streepjes. Wij zijn onderweg en ik draag inderdaad mijn nieuwe bril van Diag. En leg nog even in rustig uit wat we gaan doen. Wij gaan voor onze shoot, waar we nog niet gaan vertellen waar we heen gaan, pruiken uitzoeken bij Real Hair Online. Samen met Laura en Funda. En dan gaan wij voor een hele aparte kleur. En een heel apart kapsel. Dus we houden jullie updated. Laura, loop eens in de bed. We hebben een batterij. We hebben een charger. Heb je onze pruikidee al gezien, Lau? Nee, we hebben mij nog helemaal niks laten zien. Dus ik ben heel benieuwd. Heel benieuwd. Je hebt het wel mee, toch? Om te laten zien aan voor me. Ja, fotootjes. Ja. Ja. Dus gaan we zo eventjes kijken en denk pruiken passen voor de grap. Dat ik wil weer blond. Je gaat blond? Wat kan die scooter doen? Ja, maar dat echt zeg maar dat hoogblond. Ja, vind ik zo mooi. Nee. En wat wil jij? Zwart, denk nee, ik. Nee, dat ga ik niet zeggen. Wat nee, voor nu even uit te proberen. Of voor nu uit te proberen? Ja. Ja, niet blond in ieder geval. En die een hele grote bos krullen of zo? Oh, heb ik ook nog nooit geprobeerd. Dus jij wel, hè? Een beetje Beyoncé achter. Wel leuk. Ik ga je Ila en iets lachen. Waar zijn jullie allemaal? Ja, Beyoncé die speelt dus de stem, hè? In de Lion King. Ja, Nala, toch? Nala, ja. Maar ze verwachten er veel meer van, hoorde ik. Oh, ik dacht ik ga niks zeggen, maar mag ik het zeggen dan? Ja? Ik vond haar zang natuurlijk heel mooi, maar zodra ze dan moest acteren, dus het praten als Nala, vond ik haar heel slecht. Oh, ja, dat zegt ze meer. En Scar was dus niet zwart, hoorde ik ook. Nee, Scar was niet zwart. Scar is zwart. Scar had wel een scar in zijn gezicht. Normaal is hij zwart en zo. Ja, die recht doen. Oké, okay, ja. Okay, gaan we zo. Wat een mooie beentjes. Yeah. Oh my god, dit is echt heaven for your hair. Heaven hair. Mooie pruiken. Deze pruik gaat Laura proberen. En ik deze. Maak hem af. En dit is echt gewoon hoofd. En dat maakt dus... Het blijft ja. Ja. Dit vind ik fijner. Ja, wij vorige hadden eigenlijk alleen een clipje. Ja, mooi hè, dat is wow. Wow. Ja, van hier wel, maar hij is wel op het nek. Komt echt niet tot mijn nek. Oh, je bent wel een mooi blondje hoor. Ja. Ook wel leuk bij de denim zo, echt hè? Ja. Kijk, cool. Nice. Ik vind het heel bizar. Ik zal het meteen op willen houden, gek hè? Wil jij hem passen, Lau? Wat wil ik doen? Passen? Ja. De blonde look? Bij mij staat het niet hoor. Wie is dit? You wanna have a date with me? Of course, my love. Hop, whip the hair, whip the hair. Ik ga gewoon uitgaan om dan de handen te zetten. Ik zie het jou ook echt doen, gewoon. Ja, echt hè? Oh. Geweldig. Hoe vind je nou ons als duo? Ik vind jou wel echt. We zijn, ik ben een Russisch en jij bent... Wat ben ik? Funky. 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 Zal iemand ons nu herkennen? Nee, nee. Nu echt niet. Ja, jou op zich wel. Denk je? Maar herken je jou echt niet.
I'm back. Pasta. Hey, maar die kleur blond staat je echt heel mooi. Ik lijk me heel donker naar jou. Ja, mega. Terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet ben. Superleuk dit. Zeg het nog één keer. Ja, dat vind je leuk, hè? Dat vind je leuk. Ik zeg, nou ja, jullie lopen voor op de trend. Jullie zijn de Kardashians van Nederland. This make my day. Sexy as fuck. Oké, opnieuw, opnieuw. Oké, we doen het beter. Even opnieuw. Rewind. Hallo. Wij zitten. Ik ben met de Italiaanse naar de Italiaan. Wat gaan we eten? Gaan we eten wat niet? Ja, ik denk zoveel mogelijk vandaag. We gaan alles eten. Alles delen. Ja, die truffelpizza. Oké, ons eerste voorgerecht staat bruschetta met truffelpasta. Oh, wat is dit dan? Is dat van jou, Lau? Ja, jullie ook. Oh, heel lekker. We hebben zoveel honger. Oh, je ruikt die truffel. Soms vind ik echt jammer dat je niet kan ruiken via de filmpjes. Je ruikt gewoon die aroma. Het is vandaag voor Be Hair Online. Oké, Marie en ik hebben net Lau afgezet en ik ga nu naar huis rijden. Ja. Ik ga nog even jacuzzi aan. Met Jan, het is heel gezellig. En met mama als het goed is. Dat was wel heel gezellig. Dat was super gezellig. We gaan eens kijken of zij het voor ons kan bestellen of ze er helemaal uit kan komen. Want wij willen natuurlijk iets heel speciaals. Ja, onze ideeën hebben we gegeven, maar nog niet laten zien. Ze heeft het allermooiste haar, de allermooiste baan. Dus als wij niet zo mooi dik haar hadden voor onszelf, raden jullie zeker aan om naar Real Hair Online te gaan. Ik heb ook een hele leuke pruik gepast voor jullie en die zou ik ook echt wel willen hebben. Dus echt gewoon eager word je daar. Maar we hebben heerlijk bij Fico Amsterdam gegeten. Waarom staat hij nou niet scherp? Bij Fico Amsterdam met z'n viertjes en we zijn nu lekker onderweg naar huis. En het weekend kan beginnen. Heerlijk relaxen. Wij gingen pruiken passen bij Real Hair Online. We zijn er eigenlijk via Laura gekomen. Aangezien Funda een hele goede vriendin is van Laura. En Laura wist dat wij pruiken zochten voor onze fotoshoot. Maar we kenden Real Hair Online ook al van onze vriendinnetjes die het haar dragen. Wij zelf hebben geen kunst daarin. Maar er zijn heel veel van onze vriendinnen die het wel daar kopen. Ja, of familie. Dus 1 en 1 is 2. Dus we zijn gezellig langs gegaan. En ze heeft het mooiste haar. Dus als jullie wel haar zoeken, ga naar Real Hair Online. Dus ja, echt hele mooie pruiken hebben we uitgekozen. Nog in hele gave kleuren. Wat deze kleuren zijn, gaan we niet vertellen. Maar misschien kunnen we wel vertellen wat voor pruiken. Het woord, of gaan we het ook niet doen? Nee, gaan we niet. Nee, maar even een verder stadium als we kijken wat jullie denken wat we hebben uitgekozen voor de zomercollectie. En dat is super leuk. Ik heb die blonde lange bob gepast. Beeldig. Dus die wil ik eigenlijk ook gaan aanschaffen. Dat ik die gewoon bij denim en zo allemaal kan gaan dragen. Dus daar ben ik super blij mee. En Laura heeft dat zo'n funky Diana Ross Beyoncé pruik op. Pruik gepast. Dus ik heb ook die blonde pruik gepast. Vond ik ook wel cooler dan verwacht. Ja, die stond jou ook heel mooi. Ik weet altijd dat mijn blond beter staat, maar stond jou ook prachtig. Ja, dat is wel leuk. En het hebben we meteen gecombineerd met een heerlijk uit eten. Real Hair Online zit dus dicht bij Fico, Amsterdam. Dus dat is één idee. Is eten, lekker eten Italiaans met Laudaatje. En we gaan. Dus het was een heel gezellig spontaan avondje met z'n viertjes. Dat gaan we zeker vaker doen. En we nemen jullie mee als we de pruiken binnenkrijgen. Of als we de test op pruiken binnenkrijgen. Ja, was ik nog niet ontvangen die kleur. Dat zou ik eigenlijk 3 uur gisteren al. Oh, op z'n helft. Een beetje druk momenteel met ons pakketje te gaan bestellen. Het is vandaag zaterdag en het is nu 7:45 en Jules en ik, Jan en Liz waren aan het facetimen. En Jules komt mij nu ophalen, want we gaan lekker bubbelen met z'n allen. En daarna gaan we ook Juliette wil ik zeggen, bedje ophalen. Dus ik ga nu mijn badpak pakken voor de jacuzzi. Zo, ik heb me omgekleed voor een night over. Ik heb mijn haar lekker vast. Ik heb een te leuke nieuwe hoodie aan van Miley X Marc Jacobs. Don't fuck with my freedom. En dan met bijpassende Balenciaga schoentjes in de rol. Ik ga helemaal niks doen, maar wel van matchy matchy. En Shirin, je gaat ook mee. Shirin, ben je? Oh, daar. Ik ga elkaar de koekjes mee. Shiel heeft waarschijnlijk geen boodschap gedaan. Ready! Hey, Meesjuli. Ik ben nu op Sjultje aan het wachten buiten. Met Sherry, die niet meer wil lopen. En Sjuli is on the phone. En ze is er bijna. Mensen zullen denken, ze heeft er niks onder aan. Maar ik heb gewoon een buikenshirtje onder mijn hoodie aan. Hoe is de maat? Ja, eigenlijk wel nog wat groter zijn, maar... Is het eigenlijk de grootste maat al, hè? Dus XL. Ja. We houden wel van heel erg opzij. Moet je voorstellen, gewoon echt van Emma bestel. Ah, ik ben bijna in slaap. Ik heb gewoon een blauw oog door het uitleveren. Ah, zie de car. There she is. Wat een ASO is het ook. Joehoe! Heb je een hond bij je? Oh nee. Hey sis!
kunnen we iets meer over de fotoshoot verklappen. Wanneer, waar, welke collectie? Nee. Wel welke collectie? Wij zijn nu onze SS20 collectie aan het verkopen. Wat volgend jaar in de winkels komt. We zijn over een week klaar met ons inkoopseizoen. Dus dan hebben we geen klanten meer die voorbij ons komen. Dus dan kunnen we misschien iets meer van de... onze week laten zien. Iets meer vloggen. Want nu zijn we elke dag in ons inkoopseizoen. En mogen niet één collectie filmen. Want dan zijn we bang dat het wordt uitgelekt. Wat de collectie inhoudt, gaan we niet vertellen. Maar het is wel wat jullie gewend zijn. Heel veel vernieuwing, heel veel herhaling. Maar echt weer hele gekke grafstels. Een hele leuke zomercollectie. Ja. Echt heel erg leuk. Ja, die hebben we heel groot uitgebreid. Ik ga binnenkort naar vakantie op Ibiza en ik kan er nog niet aan. Baal zeker. Ja, maar we gaan het wel shooten. Dus we gaan het heel erg leuk combineren met alle setjes. Lekker bed hair, beach lookjes. Ja, ik heb wel. Hier met Ron, mama, Romee. Misschien dat Loesje meegaat dit keer. Als een soort van vakantietripje, maar die gaat ze ook mee helpen. Moeten we eventjes nog kijken of dat kan. Dus we moeten het nog eventjes plannen. Zo, het is zondagmorgen. Het is 21:15. Ik ben Julietje even aan het uitlaten. Ik ga even een plasje doen. En ik ga nu Julie ophalen, want we gaan richting Romee. Die moet even... oh, ik moet niezen. Kijk in de zon, ik moet niezen. Gezondheid. We gaan nu ook naar Romee. Die zit in een heel mooi oppashuis met allemaal hondjes. Dus het wordt straks echt een walhalla. Want wij hebben echt iets van 10 hondjes bij elkaar. Ik heb dezelfde hoodie als gisteren aan, ik weet het. Maar het zit zo lekker. En ik ben helemaal in de mood voor pink. Dus hieronder heb ik mijn badpakje aan voor de jacuzzi. En ik ga nu richting Sjoeltje. Oké. Okay. Even aan mijn kippen. Terwijl Stinky mijn allergrootste kwastdief is. Stinky natuurlijk ook een kwast. Dus en ik hebben hetzelfde outfit aangetrokken. Ja, ook dat is bizar leuk. Hey, goedemorgen Stink. Vast. Hij wil hem ook echt pakken de hele tijd. Ja, dan kijk je. Nee. Nee. Voor jou niet te horen, weet ik niet waar het heen, hè? Mag oh, fuck. Nee, zeg door. Zoals bij de rotonde moet je ook rechtdoor. Marie en ik zijn twinning vandaag. We hebben de hondjes mee, want we gaan naar onze zus. En die heeft een hele hondenwahala, want die is ook op andere hondjes aan het passen. Oh my kizzo. Een whole army of Pomerians. Oh my kizzo. Zie, wat is dat allemaal? Oh, jongetjes. Oh, wat is dat allemaal, Sherie? Zie, heb jij hier een pootje? Lekker. We zijn in Dokwalhalla. We zijn een hondenwalhalla. Gamba! Gamba, Chapito, kom! Chirietje is lekker hier, hè? Hé! Hey. We gaan de visjes kusjes geven. Oh, daar komt de grootste. Je moet weer echt uit. Nou, je moet zeg maar net boven het water, dan hoor je dat. Ah! Je moet dat zuigen! Oh, ik heb op mijn vinger. Wel hele mooie beesten. Romee en eten. Woe! Mag ik zoveel geven? Oh. Al die bubbels. Ja, jij vindt die gouden natuurlijk mooi. Ja. Wat leuk! Alle 1, 2, 3, 4, 5, 6! En dan missen er nog? Eentje. Oh, Kiki is binnen. En nog eentje in de bench. Hallo! Al die hondjes. Dat is wel echt te leuk. Ja, Sherie, al je vriendjes en vriendinnetjes. We gingen eventjes langs Romee, aangezien ze op een huis past met hondjes en ze vindt het geweldig. En doet ze dat vaker eigenlijk niet. Deze eigenaren waren gewoon eventjes op vakantie en Romee die heeft momenteel niet echt een lekker huisje waar ze woont. En die kent ze ook goed en ze wil en ze vrienden trouwens. Ja, en ze wil al heel graag al echt 80 pompjes hebben, dus dit was wel een goede. Dit is een leuke try-out voor haar om te proberen of ze echt al die hondjes hebben allemaal heel eigen karakter. Ik ging wel helemaal stuk hoor. Was super gezellig met al die 7 pommetjes. Maar we hebben er 8 alleen. 7. 7, 8. We gaan het zien in de vlog. Ga ik tellen. 1, 2, 3, 4. Wij hebben al 4 honden bij elkaar. Er zaten er ook 3. 4. Nee, 4. Nou, we gaan het zien. We gaan nu met Jan boodschappen doen. Voor vanavond gaan we salade maken. Jan! Jan! Wat ben je? Ik heb mijn schoenen aan. Oh. Je moet me op een spijkerdoekje pakken. I'm ready for you. 1, 2, 3. Vergeet niet een spijkerbroekje. Dit op? Ja, grazie. Oké. Oké. There he is. We gaan boodschapjes doen. Healthy tour. Healthy tour. Mijn broekje is uitgescheurd, maar toch draag ik hem nog. Waarom? Geen idee. Oké, let's do this. We're on a mission. Hoezo is je weer wazig? Oké. Hij is wazig. Sponsor ons eten. Echt hè? Nooit meer te kopen. Het zou wel echt de best deal ever zijn. Zo wordt hij wazig. Dat hebben we gehaald, Jan. Melkje melk. En ik heb lekker salade gehaald. Even betalen. Salade gaan we eten. We hebben even de hele week voor het werk. Voor werk eten gehaald. Oh. Niks vertalen. Huh? Ik hoef niks te vertalen. Niks? Nee. Zit je melk? Nee, waar zijn mijn auto's al hier? Oh ja, de auto's van daar. Gaan we nu loodje ophalen, Floor? Oh, nog zus. Yep. Mm. En? Is het lekker? Heel slecht, maar heel lekker. We zijn het hele weekend al slecht aan het doen. Jesus, met another man. Zou ik dat daar?
freezing cold. Mijn achterbak ga je niet gebruiken. Heel huis achterin. Die is volgeladen. Zo'n troep in de auto. Kun je lekker muziekje opzetten? Met jouw phone. We zien in de vorige vlog dat jullie niet van het, wat was het nou, wat kies opzetten? Mike nog iets. Mike Delibeli. Oh ja. Dit is Michael Bibi. Dit is top. Techno lovers. Oh, ik vind het echt vreselijk. Ja, you. Ja, dag Marie, was gezellig. Hoor je jouw telefoon? Je mom's favorite device, there you are. Komt-ie. Ja, oké, nu gaan de camera sowieso omvallen. We gaan de helling op. There she is. Woo! It's Lou. To apartheid. Hi, brother. Hello, sister. How are you? What are you fucking doing? We just made a salad. Healthy life. Tuurlijk gaan we een film kijken, het was hartstikke mooi weer. Momenteel sporten we niet heel veel, want we hebben ons inkoopseizoen. Dat betekent dat we tot ochtends zeg maar 9 uur tot max 9 uur, 10 uur 's avonds op kantoor zitten. Niet elke dag, maar het is wel heel erg uitputtend en vermoeiend. En onze trainer Patrick is op vakantie 3 weken. In Afrika. Dus het kwam eigenlijk wel zo goed uit, onze drukste periode deze gene maand en hij ging op vakantie. Dus eigenlijk willen we na het inkoopseizoen sporten, maar we gaan ook weer naar China. Dus ik denk dat wij zo begin september, midden september alles weer oppakken. Maar we zijn nog steeds heel gezond aan het eten en niet heel gezond. Ja, ik ben echt wel gezond aan het eten. Ja, maar het gaat sneller dan je denkt met chips en wat we allemaal weer hebben gehaald. Okay. Dus echt, ik eet wel veel minder als normaal gesproken. Maar echt gezond toetjes eten nog steeds op het strand. Dus dat is nou niet echt wonderen. Maar wel met regelmaat. Ik dacht weer mijn apps een beetje terug hier. Ligt buiten in huis. Ligt op je staat, hè. Okay. Als ik zo zit, dan is het al wat onder mijn mantel als ik op de zit. Dus Patrick, kom terug. Ja, help ons. We hebben een heerlijk inkoopdagje gehad. En we gaan even lekker eten bij Happy Fish. Wat een prachtweertje. Ik bedoel, is dat wel mooi? Ik zeg eerlijk. Ja, die bril is wel mooi. Dank je, Manny. Maar houdt hij ook een beetje zon tegen? Nee. Dat niet. Nee. We hebben ons eten gekregen. Bert! Gazpacho. En Jill heeft gazpacho soepje. Bon appetit. Zo, we hebben een volle buik. Oh, je ziet je topje. Oh, ik moet ook pissen. Nee. Ja, Marie gaat rijden. Nee, een stukje. Nee, echt niet. Jawel. Nee, dat doe ik echt niet. No. Ik moet een pol van maken. Ja, wie vindt dat wij een andere auto moeten? Een andere auto moeten kopen. Marie en ik delen al 4 jaar dezelfde auto. En hebben al dezelfde auto, vinden we helemaal niet erg. Alleen het gaat nu toch storen dat ik af en toe nu vaker de auto nodig heb om dus naar het sport te gaan. Of dat ik er iets te doen. Dat ik niet meer zoveel zin heb om haar op te halen en weer naar huis te brengen. Dus nu zijn we een beetje aan het kijken wat voor auto we willen. Dus het gaat van een Mercedes tot aan een Range Rover misschien wel. Tot aan een weekje. Dus we hebben geen verstand van auto's 0,0. We doen gewoon wat we zelf leuk vinden. En ik hou persoonlijk wel van cabrio rijden. Dus ik zou het liefst wel een cabriootje willen. Maar het is wel tijd voor iets nieuws. Dus we gaan het ook zeker voor jullie filmen. Op dit avontuur naar een wat nieuwe auto. Gaat worden. En we gaan sowieso dezelfde nemen. Een witte en een zwarte nemen. Ja, dat sowieso. En ik wil dus winning is winning. En ik wil hem helemaal rappen met het Rijnders logo. Nee, dat vindt Marie minder leuk. Ik vind het leuk. Veel. Zonder je auto. Ik vind het. Nee. Basiel vindt het ook best leuk om auto te rijden, dus ja. Het is ook heel bijzonder. Deze oorbellen zijn deze week in de winkels. Oh my god. Ik ben nu bij de sieraden, als ze even scherp stelt. Yes. Maar wij willen het namelijk op de webshop goed laten zien dat het allemaal in leuke Rijnerskaartjes wordt geleverd. We hebben echt heel veel wat ook nog niet op de foto's geweest. Ik vind deze ook echt beeldig. We zitten nu even een manier aan te bedenken hoe je dit goed gaat zien op de foto. So help me out. Hoe leuk zijn deze ook? Die heb ik nu ook in het goud. Zo leuk allemaal. Deze heb ik laatst op de foto gezet. Bikker Reiners hoeps. Beeldig beeld. Misschien op de Reinersbank wel fotograferen. Nou laat. En deze heb ik ook al omgedaan. Is toch te leuk. Zijn de sieraden al online te kopen? Jazeker. Yes. Eindelijk. Het is een beetje vertraging. Oh mijn god, en op dit moment. Alleen op de sieraden. Dus het was vreselijk, want we wilden heel graag aan jullie verkopen. En we kregen echt honderden DM's berichten over de sieraden. Maar... En we waren super blij met alle positieve reacties. Iedereen is echt mega tevreden. Ik zal wel eventjes snel zijn. Bracelet. Want het gaat super snel. Maar we hebben dus niet binnenkort weer een restock. Dus als jullie nog iets willen aanschaffen van de collectie, zou ik het snel doen. Want op is weg. En het is echt. Echt zo leuk te combineren met ook al je andere oorbellen. En het is dus niet echt goud en echt zilver. Het is stainless steel, gold. Ja. Allergievrij, nikkelvrij. Wij doen het niet af met douchen en noem maar op. Maar wij hebben ook een goede zuurgraad. Ligt ook een beetje aan je huid. We adviseren er niet om mee te douchen, maar ik draag het al heel lang en ik doe het wel. Dus. En anders koop je weer lekker nieuwe.
Het gaat niet snel verkleuren, dat zeker niet. Wij dragen ze nu al een halfjaartje. Dus echt twinning met die kettingen zo. Ja, dan doen ze op de kettingjes, oorbelletjes. En ik heb alles zilver, maar die is alles in goud. Laat zien, kan je het verschil zien. Wat vinden jullie leuk? Misschien wel leuk om een poll te doen. Gold? Wordt ik vind zilver leuker nu met de zon. Ik had niet gedacht dat jij zilver leuker vond. Ja, dat het lekker bruin wordt, valt wat meer op. Wordt nu ook wel echt onbenomen bestel. Dat vind ik wel grappig. Ja, ik had even gedacht dat het goud veel beter zou zijn, maar dat wordt eigenlijk helemaal niet zo. Nee. En ik heb ook vandaag weer meegeholpen met sieraden pakken. Dus dat zal je in de volgende week vlog zien hoe wij dat allemaal voorbereiden. Ja. Hoe we proberen mee te helpen. Ik bedoel, we pakken niet elke dag onze pakketjes in, maar we proberen zoveel mogelijk mee te maken. Nu met die drukte kan het gewoon niet anders. We zijn lekker bezig, zeg. Oké, we are ready with our office day. En Marie is guacamole aan het maken. Tot twee bruine avocado. Ja, dat was met minder. Nou, Jan zit hier ook gezellig. Zal ik ook een knetfeestje bij maken? Met lekker, lekker. Ook heerlijk. Kom maar, we worden wel dik. En Lou en Lou zitten daar. En ja. Ik ben hier. Ik loop in mijn BH rond van daar tot hier. En Hardy is ook onderweg. We gaan gezellig met z'n allen eten, koken. How fun this is. Is het akkoord? Is hij lekker? Ja, erg lekker. Frissend, luchtig, romig. Moet ik dat meer zeggen? Hij is wel lekker, ja. Maar? Wat wil jij zeggen? Niks. Ik kan niet. Oh. Jan, de bloemen waren dood. Dood? Nee, joh. Jawel, ze stonden te zwillen in de zon. Ze hadden geen water meer. En wij moesten ze levend houden. Ze de hele week levend houden. Nou, we hebben ze pas sinds vrijdag. En nu is het? Dinsdag. And they're all died. Wat erg. Wij zijn weer salade aan het maken. Yummy. Wat zijn we op de healthy tour? En nu met gerookte kip. Zo lekker. En Betje is gekomen. En Har is ook gezellig. En Lou, lekker komkommertje. Wij hebben lekker gebabbeld. Gebabbeld. Lekker. Lekker. En also with Jan. A body goal. Marietje. Lekker. Zo op de dinsdag. Make-up is allemaal af. Druk dagje gehad. Ik heb make-up nodig, Har. Maar ik wil ook die contouringspoeder die jij gebruikt, die bruine. Ja, die gaat dus uit. Collectie. Nou, meen jij mij. Dat is echt een probleem. Godverdomme. Ja, ik weet in mijn leven zo voorbij. Ja? Dan moet jij gaan inslaan voor de rijden shoot. Maak geen grap. Ja, maar wat moet ik dan? En blijf veel beter. Ga ook lekker in huis. Ja, dat is onze camera. Kijk, nu kan je jezelf zien. Hallo. Ja, maar hallo. 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 Bruno werk je gewoon, popje. Ja. Hoi. Foundation. Zeg maar, abonneer. Abonneer. Duimpje omhoog. Vonden jullie deze vlog nou ook zo leuk als wij het vonden? Doe allemaal je duimpjes omhoog. Like en abonneer. Dan proberen we iedereen te antwoorden die een vraagje heeft over Sira. Ondanks de stikhitte, kijk onze vlog. We love you and thanks for all the support. Love.